nou wie een juster die paar dagen en dan hebben we Denise Krek nog even een vraagje gesteld. Ik zei, ben die slagen juster? Ja, zeker zijn die geslaagd. Ja, weet je, het weer is de koopman. En nou, die hadden we gisteren niet mee. Voor de paarden was het overigens prima om te doen. Maar ja, het is voor het publiek jammer dat er zoveel buien zijn. Maar alles is er uiteindelijk heel hard over de finish gekomen. Dus het is goed gegaan. Vroeger dan had je de braderie. Nou, dat is er al lang niet meer. Wat je net ook al zegt, het is een beetje een cacophonie hier. Een guillotine naast ons. Ik kan het bijna niet uitspreken. Mijn hond doet in ieder geval niet wat die honden doen. Dat is duidelijk. En de Sergeant Army Band, dat is Glenn Miller-achtige muziek. En er rijdt een strijdwagen in de showring rond. Nou, en het gaat door tot vanavond 10:00. En natuurlijk nog met een feestje achteraf in de tent. Aksterijk is te vallen, dus mijn persoon praat, die kan van Venlo. Die schildert heel mooie dieren op planken en op wat voor ondergrond dat je maar bedenken kan. Komen de mensen nu het heel Nederland bij? De mensen op de markt hier zijn vaak mensen die al vele jaren komen. Maar ze melden zich aan via de site van, goh, nou, dat lijkt ons wel wat, kunnen we ook komen. Dus ja, dan krijg je ze overal vandaan. Hoeveel tijd die het hier inzetten? Nou ja, je bent een jaar lang bezig. Je bent een jaar lang aan het organiseren. We hebben in september de evaluatie en dan gaat het wel los. Shownummers voor volgend jaar worden alweer vastgelegd. Met de hindernisbouw, die zijn echt 4-5 weken van tevoren. Iedere avond op pad, allemaal vrijwilligers die aan het bouwen gaan. En als je ook kijkt wat er nu aan vrijwilligers, want het is wel een vrijwilligersfeest, hè? Maar ja, het is gewoon een heel jaar hard nadenken, veel werken en ik vind het verbazingwekkend dat we iedere keer weer al die vrijwilligers op de been krijgen. Wat doe je in nou joh op de paardendagen en op de boermarkt, dat zag ik het steeds maar. Wij promoten de handelswei dat we op 1 oktober horen zullen. En dat is het laatste activiteit van de centrale as van de Iepening. De centrale as gaat hier op 1 oktober, het grootste gedeelte. En op 1 oktober hebben we een heel groot evenement, dus met de handelsroute. En wat we hier direct doen, is zien we daar heel wat mensen krijgen die terug komen te zien. We halen bijna zo'n kilometer aan deelnemers. En we willen gaan dat er heel veel mensen op aankomen. En dat promoten we hier. Hoeveel bezoek kreeg je hier nog, zat je hier nog staan? Nou, ik ga ze natuurlijk net al geteld, maar het rent wel mooi terug. Ik bedoel, iedereen is nieuwsgierig. In de centrale zit je zelf weg met alle tekeningen en platte groen. En dan komen ze hier nog even aan. Dus ja, het rent mooi terug. En kan je hem dan echt vertellen van als er een joerd nog animo is, dat hij zei van nou, er komt dan nog 1 of 12 bedrijven komen om dit joerd aanmelden? Ja, absoluut. Ik kreeg ook een meneer die wou zich ook aanmelden, maar hij kwam nog even weer waarom. Hij zei, wat kost dit? Ik zei, het is helemaal gratis. Dus voor iedereen is het gratis om hier te staan. Aan alle positieve kanten zit ik negatieve kanten. Kreeg je kritiek op de centrale as? Nou, dat is het begin natuurlijk wel geweest, maar op dit moment net. We kregen alleen maar vragen. Dan kreeg ik even in de orenstand staan van, nou, we rent de dikdel, hoe komt het? Hoe komen we bij Stuiswaai? Alleen meer dat soort opmerkingen. Net meer in de negatieve zin.